Zo, goedemorgen. We gaan even een uitstapje maken, want we gaan vandaag over tot project Voordeur. Deze. Dit is onze huidige voordeur. Nou, zoals je ziet, een lief ding, maar er moet wel wat aan gebeuren. Dus, we gaan de voordeur vervangen en daar hebben we al een nieuwe voordeur voor gekocht. Staat al een tijdje in de woonkamer. Tada! Massief houten deur. Ik vind hem eigenlijk prachtig zoals hij zo is. Maar goed, er gaat toch een lik verf overheen. Want hij wordt net zoals de kozijnen buiten, gaat hij monumentaal blauw worden. Dit is het raam wat erin zit. Nou, daar hebben we het nieuwe glas al van vervangen vorige keer met de andere ramen mee. En hier staat het rooster wat erin hoort. Het rooster is nu nog een beetje verroest. Dus wat ik ga doen vandaag, ik ga staalborstel halen. Ga ik het rooster mee schoonmaken en spuiten met metaallak. Deze zwart. Toch voor glans gekozen, omdat onze verf van de deur ook glans is. En dit is de grondverf die we gaan gebruiken. Is al in een donkere kleur, omdat we natuurlijk donkerblauw gaan schilderen. Maar goed, voordat het zichtbare werk moet gebeuren. Eerst even schuren met de hand. En vervolgens even met een klein beetje ammoniak verdund schoonmaken en ontvetten. En dan kunnen we verven. En er is gepaste haast bij, want volgend weekend komt onze deurenkoning. Het is heus. De deurenkoning komt en die gaat de deur voor ons erin hangen. En dan moeten we klaar zijn. Dan moeten we bedacht hebben wat we met de brievenbus willen. Dan moeten we bedacht hebben wat we met de deurklink en dus het deurbeslag willen. En we moeten, weet ik niet, we moeten gewoon aan de slag. Dus start! Geschuurd en doekje eroverheen gehaald. Je ziet het, hij is een beetje vochtig. Een beetje wol wel. Maar hier begint hij alweer te drogen. Dus ik moet even wachten tot hij goed droog is. Kunnen we intussen ons met de verf bemoeien. En nog even een kopje koffie zetten. Zo. Ja. Donker, donker, donkerblauw. En even goed roeren. Nou, doe nog wel even jongens. Zompige massa. Nou, daar gaat hij dan. Het duurt bijna niet, joh. Moet je kijken hoe donker. Wat bovenaan beginnen. Oh my god. Kijk hoe donker. Hij dekt nog niet heel goed. Nou, kort zo die gaat. Zo, wat een verschil. Hé, ik zie mezelf. Zo glanst het. Ja. Ik heb een beetje tegenlicht, dus ik kan niet helemaal goed zien of het super goed dekt. Even drogen en dan snel de andere kant doen. Want je moet wel direct allebei de kanten schilderen, anders trekt de deur krom. Dat willen we niet. We willen geen kromme voordeur. Dus zodra die hand te droog is, dat ik hem kan omdraaien, want hij weegt echt
heel veel. Het is echt een hele zware deur. Het is natuurlijk massief houten, dus het is gewoon niet te tillen. Maar ik kan hem wel zo omschuifelen, dus dat gaan we straks doen. Zo, de deur en het raam staan in de verf. Gaan we nu even de ergste roest met de staalborstel van het rooster halen. Ik heb al hier in het zonnetje klaargezet. Staalborstel. Dat wordt wel wat zo. Goedemorgen en welkom. Oh nee, volgens mij zijn we al midden in de aflevering. En anders welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan de voordeur er straks in hangen. Ga ik eerst even voorbereiden. Chans werken vandaag. Ik krijg straks hulp van de deurenkoning. Dus dat is top. We gaan nu eerst de oude deur eruit halen. Scharniertjes eruit tikken. Meteen de gaten opvullen dat we straks nieuwe scharnieren erin kunnen frezen. Stap 1. Scharnieren zijn eruit. Maar de nieuwe past er eigenlijk wel heel mooi in. Ik zal vragen of de deurenkoning het straks mee eens is. Maar anders laten we ze gewoon zo. Ja, ik ga wel even praten. Dit is Nick. Ja. A.k.a. de deurenkoning. Present. Dus steun en toeverlaat voor vandaag. Oh, verschrikkelijk. De scharnieren zitten in het kozijn en in de deur. We hebben hem op breedte gemaakt. We moeten zo nog de meerpuntsluiting erin gaan frezen. We gaan nu even kijken of het past. En dan gaan we weer een stapje verder. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Ik heb al losgeschroefd een beetje. Ja, erin. Deze erbij. Als je hem past, dan gaan wij de ringetjes ertussen. Alright, man. Righty game. Hij gaat erin. Hij gaat erin. Even kijken wat hij doet. Gaan we denk ik. Oh, controleer hem maar even binnen, man. Hij is netjes, hoor. De buitenkant is in ieder geval netjes. Ja, het is belangrijk. Goud. Nou, Nick is net weg. Chant is weer thuis. Hi. Nee, maar we hebben hem erin gehangen. En nou, zoals je ziet. Ja, hij is hartstikke mooi. Ik heb nog het raampje erin gemaakt, met een tijdelijke sluiting nu. Het raampje erin gemaakt, het rooster erin gemaakt. En het deurbeslag.
Deurbeslag al opgemaakt. Nee, dat is gewoon definitief. Dat ja, dat hadden we nog liggen. Dat is voor nu. Ja. Heel goed. Dit is de meerpuntsluiting. Ja, hoe werkt dat dan? Wacht, vier sleutel. Ik moet proberen. Ik wil weten wat de sleutel is. Deze. Ja. Okay, laat jij even zien wat er gebeurt. Ik laat wat? Zien wat er gebeurt. Als je aan de sleutel draait. Zo doe. Oh. Gaat ver zeg. Kijk wat een lelijke haak. Ja, dat is het alleen maar goed. Heksenneus is het. Ja. Niemand kan meer inbreken. En die heksenneuzen die gaan in deze gaten. Hier moet nog een sluitplaat op. Ja. Dus daar gaat het in. Dus dat is enigszins. Nou, het is wel veilig. Het is wel een goede sluiting. Prachtig hoor. We moeten de kopskan nog even schilderen, want er is een hoop van afgegaan. Bijna een centimeter rondom. Echt zoveel? Ja. En we hebben een tijdelijke postbus gemaakt. Er zit niks in. Er zit nog niks in. Nee, dat kan ook niet, want dat hangt net. Dus dit. Nou, doe jij dicht. Een laatste shot van de deur. Wachtwoord. Wachtwoord. Doe die deur open. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hoewel ik er ook niet was. Dank jullie wel, lieve mannen, voor het maken van deze deur. Ik ben heel blij ermee. Ik ook. Dag! Oui.